Dames en heren, Milo en ik hebben samen onze wedstrijd van ons leven gezet. Ja, eerlijk broer, ook wel aardig. Ik wil alleen zeggen, kijk, creators, ik doe niet vaak mee. Nee, dit is als ik de tweede keer. Dan gebeurt er wel wat. Ja, dan gebeurt er absoluut wel. Is het de tweede keer? Derde, denk ik. Derde al. Ja, en nu ook nog in je favoriete stadion. Nee. Van je favoriete club. Kijk, daar komen we aan. Kijk jongens, ja, daar lopen komen de mannen. Echt, we waren wel een beetje high class. Daar konden we eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Maar ik zei, anders moesten we echt 20 minuten van mijn huis rijden. En dan weer 20 minuten terug naar het stadion. Want ik woon ongeveer naast het stadion. Stoer. Toen zei ik, kunnen we niet gewoon opgepikt worden? Maar wij wisten helemaal niet dat ze met de PSV-spelers... Er staan de PSV-spelersbus voor mijn deur. Nou, daar zaten we met allemaal super vette mensen. Ja, ik zie daar Ik zie die gast van Celine. Hoe heet hij ook weer? Michiel. Oh ja, Michiel, ja. Hallo. Nee, we gaan vandaag niet te veel mensen roosteren. Ik vind Celine wel een knappe vrouw. Ja, nou, dat mag gezegd worden. Ja, vind jij dat niet? Ook wel. Dat mag gezegd worden. Nou, dames, het is gewoon heel smerig hier. Voor de mensen die het niet weten, we speelden dus met Creators FC een wedstrijd in het PSV-stadion. Shout-out naar Roy, de coach en Creators FC, dat dit überhaupt allemaal geregeld was. En dat wij nu hier gratis content uit kunnen halen door op deze video te reageren. Wel gewoon lekker, durf duimpje omhoog abonneren. Jij. Ik heb precies niks aan, waarom doe ik het eigenlijk? Dit was trouwens wel ziek, die aankomst. Nou, misschien nog een vet shot van ons? Ja, dan worden ze gek, hè? Kijk, dat komt nu aan, hè? Ja, zag je dat hoofdje? Ja, helemaal wild werden ze. Ja, leuk. Hey, ja, ik was zelfs gevolgd. Episch. Die wilde schullen. Dat is schullen. Hey, gun die man. Hey. Dat brengen, Marco. Er waren dus iets van 2000 fans of zo, hè? Nou, dat is ziek. Kijk, en een vet droneshot. Dames erbij. Er waren veel dames weer voor ons, hè? Allemaal pekentjes. Ja, allemaal pekentjes voor ons. Lekker, man. Wat vind jij dat shirt, dat gele? Ik vond het mooier dan ik dacht. Ik dacht echt geel. Dit kan niet goed gaan. Maar ik vond die vorige wel mooier. Nee, je wist wel dat het geel zou worden. Dat wist je al. Ja, dat stond op Instagram. Oh ja, ik heb het niet doorgestuurd gekregen. Kijk, hoepeltje. Hoe had je een hoepel? Ja, ik weet het dus ook niet zo goed. Het was weer één vage avond. Ja, het was weer een vage avond. Zo, ik heb zelden iemand zo lang zien wachten met steenpjes scharen dat ze nog zien verneuken. Nou, we gaan beginnen. Daar gaan we dan. Kijk, daar stond ik. Rechts buiten, waar stond jij? Ja, ik begon op het bankje. Ja, eigenlijk dat. Ik begon op de bank. En ik heb er nog even gezeten, volgens mij. Je hebt nog een Turkse pizza besteld. Ik begon daar op de bank met Shahid van Dusper Vermant en Matti samen. Met z'n drieën zaten we daar. We hadden echt fucking veel honger meteen al. Het was echt zo'n tijd ook. We begonnen om 7 uur. Het was zo'n tijd. Ik heb net niet echt lekker van tevoren gegeten, dit en dat. Ja, we hadden fucking veel honger. Dus we hebben een Turkse pizza. Fijn met die Turk. Ik kreeg een bestelling binnen. Dat is zo Frederiklaan 10A. Dan zoek je dat op een PSV-stadion. Graag middenstip bezorgen AUB. Als je dat erbij wilde. En hebben ze gedaan? En hier was hij volgens mij aan het bestellen. Dat ben je niet. Ja, volgens mij wel. Je speelde trouwens ook een paar ex-PSV'ers, zoals Theo Lucius. Theo Kaas met Lucius. Ja. Je hebt dat kaasfilmpje. En ik hoorde ook nog dat hij ooit heeft gehandeld in illegaal vuurwerk. Dat hoorde ik vanochtend van dingen. Dat was ik eigenlijk alweer vergeten. Volgens mij had ik hier letterlijk de bal nog niet aangeraakt. Alles ging over links, wat ik wel snap. Maar ja, helemaal niet links, gadverdamme. Ja, wie stond links dan? Seran de Kap of Rutger? Oh, ja, want, Frank is ook dik, hè? Koen en Roel stond ook in, die stonden verdediging. Roel stond centraal samen met Koen. En Frank stond rechtsback. Dat is echt wel... Kijk, we mogen Roy niet al te veel vuren, maar dat is een domste beslissing ooit. Ja, maar Frank is wel lekker snel op de flank. Ja. Elke keer als hij voorbij kwam, dan werd de aanweging gemeten. Godverdomme, wat een vet Janus, hè? Ja, mooi. Goed begin, hoor. Oh, dankjewel, Edward. Oh! Hey, dat is Koentje! Training Koen heeft dat niet gegeven, omdat Koen zich daar alleen maar even voorstelde. Ja. Oh, het was buitenspel uiteindelijk, dat was het ding natuurlijk. We kijken ook even hoe die gladjakker reageert. Dat gebaatje, kijk hem. Meteen. Kijk hier nog, heb je hem hier weer, de showbizman. Want is het toch een eng ventje, hè? Dat is het toch eigenlijk een eng ventje, zelfs als die voetbal. Een handje mogen, kijk hem eens aan. Even naar die mensen toe. Het publiek, we worden gek. Goed, bang in de shirtjes. Kijk, komt hij nog even in herhaling voor de debielen die het nog niet gezien hadden. Ik moet ook zeggen dat ik echt maar de helft van die ex-PSV'ers ken. En ik ken de nul op de Lucius na van dat Dumpert filmpje. De kaas aan het drinken is op een of andere after. Dat is het enige wat ik wist. Ik zat wel te denken over dat filmpje dat hij dus kaas zit te drinken is op een after. Zou hij een challenge verloren hebben? Of zou het vrijwillig zijn? Nee, ik heb dus gelezen. Kijk, het ding met hem was, hij heeft een kunstgebit. Ja? Theolus heeft een kunstgebit. Dat is ook wel grappig om te zeggen natuurlijk. Dat betekent dat dus zijn hele gehemel is ook net. Dat is plastic. Dus hij voelt dat niet. Maar op zich, die slokdarm was niet van kunst, toch? In het interview legde hij ook uit van, ja, maar dat is, ik kan dat gewoon makkelijk doen, want ik heb een kunstgebit, dus ik voel dat niet in mijn gehemel. Punt. Alsof het gewoon dan normaal is. Helemaal goed, Theo, jongen. Kijk eens even deze opening van Noah. Ja. Dat hoor je hier niet. Maar Noah roept hier naar mij, Robby. Letterlijk, want ik stond daar links buiten en je roept hier Robby. En dan krijg je dit. Hij komt wel aan trouwens. Oh, dit is mooi. Ik ging Koen hier een beetje opnaaien. Ik zei, Koen jongen, je laat je niet voorbij spelen door een chick. En maar roepen. Hier kan je, dan gaat hij in de rug, denk ik. En Koen, hè, durfde niet in te stappen. Oh, nee,
En het mooie is dat hij hier zegt, ja, ze durfden niet meer, ze durfden niet meer. Het zijn mijn verdiensten. Terwijl je ziet, Koen durft gewoon niet dichtbij te komen. Koen denkt, ik ga niet haar aanraken, want dan krijg ik thuis gezeik. Of soms dan valt ze om en heb ik het weer gedaan. Hij, op alles merk hij, hij wil dat gat van de meter, wil hij niet kleiner maken. Hé, hey, hier, voor de eerste aan de bal. Dat is iets, hè? Ja, ja, en meteen. Oh! 1-2 met Stefano. Heerlijk, Stefanootje. Volgens mij zit het er nu al weer aan te komen. Zie, kijk, in principe had Rutger. We doen even. Misschien had Rutger hier die bal tikkie gekregen. Maar oké, minister eigen succes doet hetzelfde. Oh, dit is nog voor de voeten. Robby! Wat is dit? Beker? Gefeliciteerd! Gefeliciteerd, hè? Wat zijn we dan? Ja, slechtste chauffeur van de bankzitters. Geef die terug aan mij. Maar weet je hoe schattig dit was? Kijk even hier. Jullie hier helemaal vanaf een bankje. Ik heb dus TikTok-filmpjes. Of weet ik veel van die Insta-stories van allemaal die bankzitters-chickies die op de tribune zaten. Ja, dat is leuk. En het is zo lief. Het is gewoon echt lief hoe blij jij bent op dat bankje. Matt en ik zitten daar. En we hadden bij elke actie van jou dat jij de balkenbaan had juichen. Gewoon echt zo. Dat is ook wel een elf paasje. Leuk vriend, dat was ook een beetje voor de meme in het begin. Maar toen op een gegeven moment maakte jij die goal, waren we uitzinnig. Ja, we komen echt sprinten. Maar kijk hier, ik word meteen opgetild. Dit is door Nick, daarna Koentje erbij. Gaat Roel me optillen samen met Matt. Ja, heerlijk. Ja, nou echt, zelden bal zo goed geraakt. Dit is toch mooi, is toch een droom van iedereen. Kijk hier dan. We zijn echt blij. Roelie ook blij. Mooi man. Wat zo mooi was, iedereen liep weer terug voor die aftrap. En Matt en ik gaan weer zitten. En jij loopt langs, weer vanaf rechts buiten. Vlak voor onze neus liep jij. En jij loopt zo. En ik zie jou gewoon niet voor het publiek, niet. Gewoon echt puur voor jezelf. Zie ik jou zo. Ja, iedereen begrijpt dit zeg maar als in, kijk, ik ben nou eenmaal voor PSV en het is in het PSV-stadion. Ja. Maar iedereen kan dit begrijpen, want je moet je indenken dat je dan een keer mag voetballen in het stadion waar je als klein jochie op kwam. Heeft erop gesproken. Zes jaar kwam ik dan voor het eerst binnen en dan nu daar zo scoren voor 2000 man publiek. Ja, is gewoon mooi. Emotionele dingen. En wereldgoal, laat me dat niet vergeten. En een goede, bijna assist van Rutger. Ja. Die toevallig voor eigen succes ging. Maar we waren nog niet klaar toen, hè? Want jouw moment of shine moet nog komen. Nog lang niet. Kijk eens even hier. Zo, op de brommer. Oei, oei, oei. En dan denk je, gaat hij nu zijn tweede maken? Nee. Hij kijkt naar links. Hij denkt, maakt het niet uit. Maar daar is die Stefanos de Vries. Uitschuifbare benen. Heerlijk, wel ook blij, hè? Ook weer blij. Ja, ook weer blij. Ja, mooi man. Ja, is dat die man echt 4,20 meter is? Want het was echt misschien niet echt de allerbeste voorzet ooit, maar goed. Je hebt geen seconde gedacht, misschien doe ik mezelf tegen. Natuurlijk. Natuurlijk wel. Ja. Oh! Die vrouw die pakt hem als een zak aardappels valt hij er bovenop. Gaat Robby in de muur liggen? Ik ken je in de muur liggen, het was een wedstrijd van mijn leven, dan kan ik alles maken. Daar komt Matty. Hey. En die gaat voor wat hoogtepunten zorgen, hoor. Ja, jongen, zo is die, hè. Stel dat we het eerste kwartier met 12 man stonden. Roy was een beetje de weg kwijt, dat vond denk ik ook spannend. Die zei de opstelling en volgens mij zei hij Seran op rechtsbuiten, Rutger op linksbuiten. Ja. En toen zei ik tegen Roy, waar sta ik? Ik zei, oh, heb je niet gehoord? Jij staat rechtsbuiten. Ik zei, oh ja, dat heb ik net niet gehoord, maar prima. Ja. Dus ik sta daar in het veld en ik sta daar samen met Seran. Hij zegt, waar sta jij? Ik zei, rechtsbuiten. Hij zei, ik sta rechtsbuiten. Hij zei, oh, dan zou ik wel linksbuiten staan. Toen ging hij naar linksbuiten en daar stond Rutger al. Toen ging ik tellen, we stonden met 12 man. Rutger was niet blij. Rutger werd meteen weer. Zeker geen godverdomme, hij is echt zwaar geloof ik. Oké, ja. Oh, lekker Roel. Dat is Hens volgens mij, dat zou wel eens Hens kunnen zijn. Kijk, vrij trap. Jij, Chris van der Weer, daar staat hij weer, hè? Met zijn dodelijke bal. Dit is ook zo mooi. Kijk, ik zeg tegen Noah, je goed gedaan. En dan komen daar. Kijk even hoe die hem eruit duikt, hè? Showduik, man. Dit is echt een showduik. Nou, dit is echt goed als het ding. Typisch goed als jij zag. Ja, ik zeg dus hier tegen Noah, van gozer, fucking mooie redding, lekker bezig. En dan komen we vervolgens aan. Frank van der Slot, Koen van Heesteren, Ondergraaf. Wat denk je dat die met z'n drieën zeggen? Precies jouw reactie. Ga naar die hoek terug. Deze hoek, kijk waar die bal eindigt. Die bal eindigt. Hier! Dat is 2 meter binnen de paal. Ja, het lijkt ook alsof hij bij de kruising is. Ja, dat snap ik ook. Dit is typisch hoe Julio Cesar's hele carrière heeft gebouwd. Gewoon ballen die gewoon met 2 stappen omvangen. Maar dan zijn we gewoon alle drie af te zeiken. Alle drie, wat een kut redding. Waarom heb je niet klem? En ik zeg hier nog maar, jongens, doe eens even lief. Maar ja, zo werkt dat denk ik tegenwoordig. Maar Brabantse gezelligheid en dan toch dat boven de riviers... Die narigheid, maar goed. Ja, narigheid. Het zal wel. Hier, Matt, hier lekker hakkie. Bal kwijt weer, goed. Frank, je ziet hem denken. Nu eens geen overtreding. Geen overtreding. Vleesvulkaantje om erin stoppen. Wij vrije trap voor Hens, hè? Dit is ook geweldig hier. 4-2. Wat denk je? Matt vrij? Ja. Ik denk misschien zelf gaan. Zelf gaan toch wel? Denk ik. Ja, oké. Maar was dit de paas of was dit de paas? Ja, nee, was geen bus. Hij vindt het jammer dat Matt er staat. Ja, want hij valt onder voor Matt. En dan? Nou.
1000% pingel, hè? Ik hoorde jou dat zeggen, ja. Kijk even hier, let op die voet. Kijk, vol zo goed gaat bestaan en daar nog een keer. En weet je wat het allerergste is? Als hij je die pingel geeft, dan krijgen we die publiekswissel, hè? Dan kom jij er gewoon in om hem te nemen. Nou, inderdaad, dat lijkt mij ook, ja. Nee, dit is dan word je hier gewoon niet creëren zijn doelpunt ontnomen. Nee. Maar jou. Nee, vind ik ook. Nu ik het zo hoor. Mogelijk. Kijk, daar gaan we weer, hè? Ja, sterk! Ik geluk. Eén tweetje met Jis. Zonder geluk. Valt niemand wel. Mooi. Goed school, aardige aanraam. Mannetje achter de stam mee, probeert hem hier een panna te geven. En naast. Maar gewoon, ze moeten wel in, hoor. Ja, dat vond ik zelf ook. Maar deze draai is wel vrij ziek. We speelden met 3 PSV'ers, hoorde ik. Cyril Akap schijnt ook PSV te zijn. En dus Rijn van Doevoe, en die doet dit. Oh, yo. Ik vind dit zo mooi. Oh, dit is zo ziek goal, joh. Ja, dat is wel bizar. Ik vond het zo mooi. Je bent mij ook gek, hè? Ja, maar hij was zo blij ook. Ja, hij was zo blij. Ook terecht. Ook geboren. Ja, Veldhoven volgens mij. Maar ook altijd PSV. Dat is zo prachtig, joh. Ik vond het echt fucking mooi. Thuisvoordeel, hè? Thuisvoordeel. Dat merk je wel, ja. En die bal in binnen verleggen. Oh, heerlijk. Ja, ik kom. Goede beelden. En zuur. Kijk nou, hij valt ook tegen die Venta. Het is zo mooi. Dit is echt zo, het is zo mooi. Dit had jij kunnen zijn. Hey, kijk samen, hè, op het bankje. Weet je wat we hier aan het doen waren? Het scheen dus een hele lekkere milf in het publiek te zitten. Ja, die waren we aan het zoeken. Ja, ik zit daar al heel rustig de hele tijd. Jij komt aanlopen. Je zegt, heb je die in de milf al gezien? Ja, ik hoorde dat helemaal ook aan. Want er is één hele zieke milf. Dus dan gingen we hem samen zoeken. Ja. Kijk, dit is gewoon letterlijk het shot dat we samen die milf zoeken. Toen zei ik dus tegen jou, ik zie er. Wijzen. En nu, dat knippen ze eraf. Maar dan ben ik dus echt ongelooflijk dik wijzen. Kijk hier, helaas, roel uitgespeeld en 3-1. Ja, die ligt er best lekker. Toch wel een zieke goal, ik zeg je eerlijk, mooi goal. Toen eigenlijk oud PSV eruit gingen en al die jonge gasten van voetbalshop erin kwamen. Saai stuk, maar we spelen niet eens, man. Saai stuk. Hier viel ik in op linksback. Ik werd dus op linksback gezet. En dat vond ik mooi. Ja, mooi dat verhaal wat jij net zei, dat Koen niet durfde instappen bij haar. Ja. Zij de allereerste actie dat zij over rechts kwam, zei ik doe niks, want als je een panna geeft, dan wil ik niet. Maar ik stond op het begin tegen een gast en toen zat ik gewoon lekker op als linksback. Ik zei tegen Roy, goal gemaakt, assist gegeven, laat mij maar achterin, laat even wat andere gasten zoals Milo voorin. Ja, het gebeurt nog steeds niet. Ik speelde hier nog steeds niet. Ja, dat is eigenlijk wel raar, want dat zei ik wel tegen. Ja, precies. Maar goed, daar kunnen we het nog een keer over hebben. Dus ik kom op linksback. Nou, eerst tegen die gast, prima. Kwam ik tegen haar, toen dacht ik oké, vanaf nu ga ik gewoon niks. Nou, als je een panna tegen krijgt, ben je echt simpel, dan kun je gewoon inpakken. Ja, ja. Dus hier ook ruimte geven, een beetje wel in de gaten houden. Nou, hier laat iemand in het midden helemaal zijn vent lopen. Daar had ik op zich ook wel mee mogen noemen met die 5, maar handje omhoog bij het spel. Ja, geen wedstrijd, 2-3. Dus mijn eerste tegendoelpunt als verdediger. We moeten wel eerlijk zijn. Als je de positieve kanten benadert, moet je ook de negatieve kanten benaderen. Je hebt ook met die Frank en Koen, je denkt de twee langzaamste personen die je kent. Oi, want Frank is gewoon te dik en Koen is gewoon, Koen. Kijk, dan ben je 1,40, komt er een lange bal en dan doe je echt het allerdomste. Weet je dan, Roel, dit is de reden dat ik dus niet wilde instappen. Oh. Ik had trouwens ook nog op Instagram gezet van mijn hoogtepunt, of een van mijn hoogtepunten, die panna bij Roel. How to finish careers. Hey, deze bal had op zich wel ingemogen. Kom, wie is dit? Mist hij deze nou? Oh, die gaat erin. Ook 4-2. Ja. Oh, zo. Swimmerbody ready? Swimmerbody ready. Iedereen heel zwaar mee, hè? Dit is het is gewoon iemand vanaf de middenlijn, dus voor wel terecht. Die vent ging vanaf de middenlijn schieten en haalde de goal niet eens. Nee, dat is wel waar. Hey, maar hier gingen ze wel even gas geven. Ik moet zeggen, verdediging in de muur, toch? Keepertje, daar kan heel goed uit, jongen. Als je het al het showdown nou een keer inzet om gewoon zo'n bal eruit te houden, dan is het prima. Maar Nou, jammer. 4-3. Jammer, wordt 4-3. Toch nog spannend. Roelboos. Roelboos, ja. Boos, hey, doe ik zit er nog steeds heerlijk bij. Hey, daar is hij. Kijk, ik was ook echt blij dat je kwam, hè? Zonder brilletje nog op, waar moet ik staan? Vroeg je nog? Waar stond ik? En dan spreek ik Roy maar zo. Spits. Ja, je stond in de spits, hè? En toen zei ik tegen jou, Milo, aftrap. Aftrap. Nemen. 4-3. Nog een paar minuutjes te spelen. Echt maar, ik denk misschien nog 5 minuten te spelen. Ja. En eindelijk jouw moment of shine. Komt hij aan. De aftrap. Zonder brilletje gewoon ophouden. Hé, super, hè? Super balcontact. Perfect. Zit nou dat tweede balcontact er niet in? Godverdomme! Hé, wat een blessing, man. Edward zou doen aan jou. Ja, het ging niet goed. Ik kijk, in principe, ik heb dus jij trapt die bal af. Ik speel hier die bal naar Michiel. En Michiel legt hem terug hier naar mij. En vervolgens wil ik hem dus pasen naar, voor mij, Vincent of zo. Ja, dat ging niet helemaal soepel. Dus ik raakte die bal of echt ergens met mijn scheenbeen. En die bal die hobbelt een soort heel rustig gewoon richting die gozer die daar loopt. Dit wordt gevaarlijk. En nee toch? Nee toch? Oh, nog die 4-4. Ja, 4-4. Jongen, hij punt op die bal hier in het kruisje. Jongen. Wij in de mut. Dan is het dus tijd voor pingels. Ja, want dan krijg je dus de vraag vervolgens. Die wil er eentje nemen. En wij met z'n tweeën meteen.
Wij kunnen deze druk aan. Ja, dat dacht ik. Ik dacht het wel, maar ik wilde het niet zeggen. Ik denk, laat die gast. Ik zie alweer zo'n Rutger en zo'n Seren alweer staan. Die moeten natuurlijk eentje nemen van zichzelf. Nee, prima gasten, zielig, typisch. Maar doe het lekker. Maar mij het uit. En vervolgens nemen jullie het voor mij op. Ja. Dat was echt de maatjes. Ja, dus wij zijn. Jou en Roel en Koen ook zeggen, ja, Milo moet er een nemen. Milo moet er een nemen. Met zonder bril. Ja, ook. En eigenlijk met flesje water. Met flesje water. En die Turkse pizza. Maar goed, die was al op, denk ik, in dat dikke, vette, vieze lichaam van je gezin. Nee, ik heb er dus geen hap van gehad. Want die kwam precies aan toen ik erin ging. Voor Matt ging ik erin. Heeft hij mijn Turkse pizza gehad. Hij heeft hem helemaal opgegeten. Echt zielig. Shout-out aan Matty, man. Jij nam de vijfde, vierde. De vijfde. Jij nam de vijfde. Ik nam de vijfde. In principe beslissen. Ja, jij nam de vierde. En ik nam de vierde. Ja. Je ziet eigenlijk al gelijk. Ja, het begint. Rijn. Rijn. Hupsakee! Wij zeggen letterlijk nog tegen hem, hij hoeft alleen op goal, want die keeper die komt niet van de grond af. Ja, maar de keeper was echt slecht, hè? Ja, hij doet echt niks. Nee, de keeper was echt slecht. Dus, we komen 1-0 achter. Ja, 1-0. Want ja, Noah die gaat natuurlijk geen bal pakken, dat snappen we allemaal. Vervolgens Stefan nummer 2. Kijk, en hier krijg ik het al. Kijk. De keeper. Show. Ja, maar show. Ja, het is wel show. Ja, het is show. Goeie goal, hè. Kijk, die keeper in goeie goal. Hier dacht ik dus, ik moet hem waarschijnlijk nemen. Hier dacht ik dus, oké, letterlijk als ik hem gewoon het doel in paas, maakt het al niet uit. Want de keeper die kan helemaal niks. De keeper die bal gaat recht van hem af. Die keeper die zit een soort, wat zo'n downie zonder armen. Ja, dus ik dacht al, je kan dus niet missen. Ook onze tegenstander show. Nou, dit is het meest trieste ooit als je dan een panenka doet en je verneukt. Ja. Maar goed, hier dacht ik... Ja. Ik hou ook voor show. Ja. Maar het nadeel is, iedereen scoort zijn pingels. Dus het is 2-2. Ja. En ik wist, als ik hem mis, dan kun jij nooit de winnende krijgen. Tenzij dat zij ook missen. Maar ja, de kans dat Noah een bal pakt, kan alleen als zij hem missen of een panenka doen. Ja. Want anders gaat Noah natuurlijk nooit die bal pakken. En ik wilde eigenlijk, wij wilden allemaal, dat jij de winnende zou moeten nemen. Ja. Want stel, jij scoort de winnende. Hoe fucking mooi zou dat zijn? Mooi, dat is mooi. Dus ik dacht, oké, ik neem hem gewoon serieus. Dan maar saai. Nou, ik zit gewoon heel degelijk binnen. En het is toch, weet je wel, toch weer dat vuistje. Daar stond nog iemand om. Ja, gelukkig hier. En er zat iemand op 10. Ik stoer dat tegen hem te doen naar links. Daar deed ik dat vuistje op na. Zij scoren hem helaas ook. En daar is dan het moment. Voor mij in ieder geval het moment van de wedstrijd. Zeker, zeker. Na 5 geweldige speelminuten. Volgens mij heb je letterlijk afgetrapt. Ja, ik heb en de bal ingeleverd. Dus 50% passes complete. Nou, spits is dat prima. Verder denk ik geen bal raakt. Wel. Misschien 2 balletjes een keer weggetikt voor iemands voeten. En dat was het. Komt hij daaraan voor de pingel? Was hij nou bier aan het drinken? Ja, ik ren niet even, want daar lag mijn zonnebril nog. Oh, daarom ging je wel daarheen. Ja, dus die moest ik natuurlijk wel hebben. Dus jij hebt eerst 100 meter gesprint, lekker, met een flesje water, alsof je net van het festival komt, zonnebrilletje op. Festival look. Jongen, ik kom mensen tegen op een festival, die staan er minder goed op als jij. Ja, ik sta er zelf ook wel eens minder goed op, moet ik zeggen hoor. Maar ik sta daar natuurlijk al die pijltjes af te wachten. En ik zit te denken, wat ga ik doen? Ik denk, ik neem hem gewoon rustig, ik paas hem gewoon nog een keer. Ja. Op dat moment hoor ik een paar gasten zeggen, volgens mij Matty, die had dus ook dat hij, je moet Jorginho doen. Jorginho, hupje. Ik kan dat natuurlijk helemaal niet, dacht ik. Ja, jij kan dat, gaan we zien. Kan dat wel. Ja, dus ik denk, ik ga ervoor. Jorginho, die keeper is zo slecht, ik hoef alleen maar de hoek in te passen. Nou ja. Hij legt aan. Hij legt aan. Neemt de aanloop. 3 passen. Even inademen, uitademen. Het sprontje! Ja. Wat stop! En die keeper pakt hem! Dus was ik al een soort aan het juichen! Ja, ik was helemaal aan het juichen, want ik dacht dat ik hem goed raakte, was ik al blij mee. Ja, mijn grootste angst was, ik ga natuurlijk op die bal stappen en dan flikker ik weer om en dan gaat er iets helemaal kut gebeuren waardoor ik weer heel dumperd over ga. Als ik dat dan was ik er natuurlijk bang voor. Ja. Dus op het moment dat ik die stap goed maakte, ik timed en ik voelde die impact, ik dacht, ja, hij gaat ook nog richting doel ook. En we zijn nog binnen de palen. Ja. Toen dacht ik, nou, dit is nu mijn taak gedaan. De keeper, die downie, die kan helemaal niks. Ja, maar je had wel een soort op een verkeerde been, want eigenlijk ging die naar van hem links, van jou rechts. Ja, in de mut, hè? Ja, in de mut. Dus ja, je weet allemaal wat er gebeurt. Gaat Noah de winnende pakken? Nee, je weet waar het is. Hij jankt er natuurlijk in. Ben ik natuurlijk echt beter om. En we verliezen hem dus. Ja. Maar al met al wel een geweldige ervaring. Een doelpunt, een assist en een prachtige pingel van jou. Ja. Wat was jouw hoogtepunt? Turkse pizza, dat die toch is gekomen. Ik heb er niet van genomen, maar dat die toch binnen is gekomen in het stadion. Dat vind ik wel een hoogtepunt. Nou, geweldig. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Creators, bedankt voor deze geweldige ervaring. Tot de volgende video. Ciao.